Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven, kleur, kleding, lifestyle, kringlopen. En ja, het was een hele drukke week. Dat heb je soms hè, van die weken, dan gebeurt alles tegelijkertijd, moet ook alles tegelijkertijd. Dus daar vertel ik dan eigenlijk over. En ik heb vandaag nog even soort gekringloopt, maar voor de rest heb ik geen tijd gehad om te kringlopen. Nou, dat wil wat zeggen hoor, want eigenlijk heb ik altijd wel tijd om te kringlopen, maar er was geen tijd. Dus volgende week haal ik dat in, dat vertel ik bij deze al, dat haal ik absoluut in, dat weet ik nu al. Maar ik ga natuurlijk vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt en als eerste was er de zussenlunch. En dat zijn de zussen en zwagers. Ik heb 2 zussen en 2 zwagers en pensionado. Dus we zijn met z'n 6. En dat is eigenlijk altijd wel heel erg leuk. En dit keer bedacht ik dus, ik wil iets anders met de zussenlunch. Want heel dikwijls heb ik 5, 6 gerechten. Nu had ik er maar 3. Maar ik heb er wel plezier om gehad. Want soms denk ik, oh, dat is misschien wel ook wel heel erg leuk. En ik zal de foto's laten zien, hè, dat jullie precies zien. Ik had in eerste instantie had ik... Een brioche met rivierkreeftjes en citroenmayonaise en bieslook, maar die ben ik vergeten. Dus ja, die was er dan niet op, die lag later nog in de koelkast. En als hoofdgerecht kregen ze een frietje stoofvlees. Nou, daar heb ik veel plezier om gehad. Ze vonden het heerlijk. En stoofvlees heb ik zelf gemaakt. Nou, dat doe ik nooit, dus dat kostte me nog wel enige tijd en moeite. Maar ja... Nicolette en mijn vriendin uit Noorwegen, die helpt heel erg mee. Die zegt dan van, oh ja, druk zus en zo. En Yvonne, de kringloopvriendin, die heeft ook altijd nog goede tips en ideeën. Dus dat komt eigenlijk allemaal prima in orde. Dus dat hebben we gegeten. En daarbij salade, komkommer, tomaat, dat soort dingen. En als toetje toe hebben we aardbeien met slagroom gegeten. Ja, aardbeientijd is aardbeien met slagroom. Hebben we gegeten. Ik eet een beetje aangepaste versie, maar... Dat is dus duidelijk, hè? En dus dat was eigenlijk wel heel erg leuk. En dat laat ik jullie ook allemaal zien. Een filmpje wat ik daarmee deed. En toen, ja, ik moet het opschrijven inmiddels, hoor. Want ik kom er niet meer, meer achter. Toen ben ik examinator geweest bij de AFA, de Angel Fashion Academy. En dat was mijn oude opleiding. En die is nu van Victorine. En daar ben ik examinator geweest. En daar zien jullie ook een paar stukjes van. En ik ben... bij Marie Lief geweest in Sliedrecht. Daar ben ik al eerder geweest. Dat is een hele mooie tweedehands winkel. Ja, eerlijk gezegd, als je het niet zou weten en gewoon zou denken, is kledingwinkel, dan zou je het zo geloven. Echt zo. Geen enkel probleem. Is heel groot. Hele mooie dingen. Goed geëdit. Goed gekozen wat ze daar klaar hangen en zo. Dus echt heel erg mooi. En dus van alles, je kunt er echt van alles kun je er vinden. En vandaag was Victorine daar ook om de opleiding te promoten. En om te zeggen van kijk, dit doet een stylist voor beginnende stylisten. Die zoiets hebben van, oh zou ik dat leuk vinden? Nou, dit doet een stylist, zo gaan we dat doen. Dus dat was heel leuk. Daar zien jullie stukjes van. En verder krijgen jullie straks de kijkersvraag. Maar verder mijn verhaal van de week. Nou, mijn verhaal van de week en ik had... Bij de zussenlunch had ik een lichte blauwe rok aan, die ik al heel lang heb, echt al heel erg lang. En het lichte blauwe soort plissé rok, maar heel dun en heel lang, dus enkel lang. En een soort broesje erop, dat maakt verder allemaal niet zoveel uit, maar het gaat een beetje om die rok. En s'avonds denk ik, wat heb ik toch allemaal aan mijn benen, en nou ja, aan mijn bovenbenen, uitslag. Een flinke uitslag, nou het zag er behoorlijk heftig uit, jeuken ook natuurlijk en... Denk je van, ja, wat kan dat nou weer van zijn? Want ja, ik ben zo allergisch, kan werkelijk van alles en nog wat zijn. En, nou ja, op pensionado foto's gemaakt, want ik kan het ineens ook bij de huisarts laten zien. Van nou, zo zag het er toen uit en zo ziet het er nu uit, bla bla. Maar die zei, komt van die rok. En ik zei, ja, doe even normaal. Het komt helemaal niet van die rok. Die rok heb ik al jaren. En sowieso, dat is een viscose rok en zo. Nou, hij zei dan van die rok die eronder zit, die onderrok. Nee, dat is het helemaal niet. En ik ga kijken. Ja, en ik was ervan overtuigd hoor, dat het 100% viscose was. Nou, dat was het dus niet. Het was gewoon 100% polyester. Ja, nou weet ik niet of het daaraan ligt. Ik weet het niet. Ik weet ook niet. Dus ik twijfel nu ook heel erg aan polyester. Ik draag zo, in principe zo min mogelijk polyester, maar polyester rokken. En zeker de plissé rokken, want anders kan die plissé er niet in blijven zitten. Maar dit was zo'n ruime plissé, dus... Oké. Okay. Ik denk, ja,
Dus dat betekent ook dat panties, het ligt niet aan de panties, dat weet ik inmiddels wel, het ligt daar niet aan, maar ze doen er geen goed aan. Als het natuurlijk al geïrriteerd is en gaat er zo'n panty, dat nylonachtige, nou ja. En ik draag, als ik rokken draag, draag ik altijd panties, ook al is 35 graden, ik draag panties, hele dunne, maar ik draag panties. Ik denk, ja, dat is niet zo handig nu. Dus ik moet eigenlijk ofwel lange rokken dragen, waarbij je geen panties nodig hebt, omdat gelijk je schoenen eronder komen, of mijn laarsjes in dit geval. Of ik moet broeken kopen, want ja, nood breekt wit. En die broeken die je vindt bij de kringloop zijn allemaal soort jeansachtige broeken. Nou, dat draag ik niet. Als ik broeken draag, eigenlijk zeg maar broeken met elastiek en van die wijde pijpen, want het staat me gewoon het beste. En dat heet een palazzo, palazzo broeken. Dus wat ik nu gedaan heb, ik heb broeken besteld bij de Zalando in dit geval. En ja, een stuk of 6 geloof ik. Dus er nu eentje is er binnen. En ik ben heel benieuwd of wat de rest zal zijn. En allemaal viscose linnen katoen. Dat is gewoon 100%, want anders dan lukt het gewoon niet. Dus ik moet er nog meer rekening mee gaan houden. Dus ja, een ongoing process. Maar voor degenen die het herkennen, weten dat dan ook. Dus dat was eigenlijk het verhaal van deze week. Het broekenverhaal wat dus vervolgd gaat worden. Want vandaag worden, er is er eentje binnen, maar vandaag wordt de rest wordt bezorgd. Ik zal die ene ook eventjes laten zien. En nou, dit is de broek. Het is echt een gele broek. Een goudgeel is hij. Als je ziet, hij gaat misschien ietsje pietje naar mosterd toe, maar dat is voor degene die, net als ik, heel erg letten op kleuren. En het is een broek van Jerry Weber, is het een broek. En het is Eco Vero. En dat is dus goedgekeurde sustainable viscose, is dat eigenlijk. En viscose wordt gemaakt, staat hier ook bij, van hout en van pulp wordt dat gemaakt. Maar dat komt, nu komt zelfs het hout en het pulp komt van gecertificeerde en gecontroleerde bronnen. Ja, het staat er in het Engels, dus ik zit even te vertalen in mijn hoofd. Maar dit is, dit is dus 100% is dat het. En ik ben benieuwd. Hij kostte, even kijken, €79,99 staat hierop. Ja, ik dacht dat het 75 was, maar ja, €75,99 staat er op de rekening. Maar hier staat €79,99. Nou, wie weet hebben we dus een paar euro korting gekregen. En het is een broek met een rits en een knoop. Dat betekent, omdat daar met elastiek, dan dat is veel soepeler. Dat wordt ook ruimer gemaakt. Maar dat betekent dat ik maar liefst een maat 46 nodig heb om hem in mijn taille te laten passen. En dat betekent dat er aan de billen heel veel ruimte zit. Dan vind ik dat wat minder erg, dat dat heel soepel valt. Dat vind ik dan veel minder erg. Maar hij staat erin van mooi. Ik heb hem al een keer gepast. Maar nu ga ik kijken, past hij ook bij de rest van mijn kleding? Kan ik er iets mee? En ik wacht nog even af naar de broeken die vandaag dan komen. Dus dat is eigenlijk het broekenverhaal. En ja, nu laat ik jullie zien hoe het er aan toe ging bij het examen, bij de zussenlunch inderdaad, bij Marie Olief, wat ik daar allemaal deed. Dus laat jullie een filmpje zien. En daarna komt er een kijkersvraag. En ik zet hieronder welke. Want elke keer denk ik, oké, welke moest ik nog doen? Dus vandaar zet ik hieronder welke. En dan ga ik komende week, ga ik weer van alles en nog wat moest ik nog doen. En ik moest nog een keer naar het ziekenhuis voor een afspraak. En zo is allemaal niet zo vreselijk belangrijk, maar dat moet ik nog doen. En daarna, dat zul je niet geloven, heb ik vakantie ingepland. Ja, hier heb je een pensionado die zelf vakantie inplant. Het komt gewoon, ik ben dagen zitten zo vol. En ik werk natuurlijk nog wat bij de opleiding. En dat is natuurlijk een stuk minder. Maar ik doe daar nog wel wat. En nou is het examen is achter de rug. Dus daar is nu ook rust. En ik denk, weet je wat, 5 weken vakantie. En ik ga een paar dagen weg en zo. Maar de filmpjes blijven gewoon doorgaan, hoor. Dat is het probleem niet. Dat is niet. Maar de vakantietijd voor de pensionado. Ja, het moet niet gekker worden. Maar ja, oké. Zo gaat dat, hè. Nou, dat was mijn verhaal van deze week. Dus de rest krijgen jullie nu in filmpjes te zien. En de kijkersvraag volgt daarna. Dus dan wordt het toch nog een flink filmpje, denk ik, zo al met al.
Ik wens jullie heel veel plezier deze week. Het zijn toch mooie dagen, een beetje wisselende dagen. Maar geniet van het mooie weer als je het kunt. En gezond blijven en genieten van alles wat er is. En ik zie jullie graag weer volgende week. En ik denk dat ik volgende week dat ik op de 1200 abonnees zit. Dus ik ga aan de taart. Hè? Dus ik moet nog even verzinnen welke taart, maar ik ga aan de taart. En dat laat ik jullie dan ook allemaal zien. Dus ik zie jullie graag volgende week. En heel veel plezier met kijken en wat er allemaal gebeurt. En als je nog vragen hebt, laat het me weten. Oké, dag! Ik zit weer in de auto en ik ga weer naar Victorine toe, naar de oude opleiding. En daar ga ik voor ik zit in de portfoliocommissie, dus ik ga ze beoordelen nu. En ja, dit is de laatste dag van het schooljaar eigenlijk. En ze krijgen vanavond een diploma, daar ben ik niet bij verder. Maar dit wordt vast een hele leuke dag. Maar zoals je ziet, het is vroeg, het is voor achten. En ik moet er om 10:30 zijn, maar ik ga mijn dochter ophalen. Ik ga nog een andere examinator ophalen. Allemaal examinators en dan maken we er een leuke dag van. Dat is tenminste de bedoeling. Goedemorgen, hier zit ik dan weer in de auto. Ik ga op weg naar Sliedrecht, naar Marie Olief. En ga ik mijn zus ophalen. En ze gaat met mij mee. En dan gaan we naar Marie Olief. Want daar is, dat is een tweedehands winkel. Een hele mooie, een hele grote. En daar zit Victorine zit daar om aan mensen die belangstelling hebben te laten zien wat de stylistenvak inhoudt. Nou ja, dus, daar gaan we kijken. Dus dat lijkt me heel erg leuk om te vroegen of ik ook kwam kijken. Natuurlijk doe ik dat. Dus dat wordt vast een hele leuke dag. Het is redelijk vroeg. Het is 9:45 of zo. Maar het is in ieder geval niet 8:00 morgens of zo. Dus dat gaan we vandaag doen en dat laat ik jullie ook zien. Nou, ik ben hier bij Marie Olief in Sliedrecht. En dit is een tweedehandswinkel. En echt een hele mooie en een hele grote tweedehandswinkel. En ik ben hier omdat Victorine er vandaag is. Om te laten zien wat het vak van stylisten inhoudt. En ook om adviezen te geven aan klanten. En ja, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ik laat een impressie daarvan zien. Kijk, dit heb ik net voor iemand bij elkaar gezocht. Kijk, dit is Tineke. En Tineke is druk bezig om een outfit te maken. En Tineke is ook een fashionista natuurlijk. Natuurlijk. Fan van Grace Coddington, wat ik ook heel erg ben. En die heb ik dus hier ontmoet. Ik zal haar, ze heeft een Instagram-account. En dat ga ik erbij zetten. Kijk, dan komt er nog een mooi tasje bij. Want wat je allemaal kunt vinden hier, dat is echt heel bijzonder. Echt heel erg leuk. Ja, leuke outfit. Heel leuk, dankjewel.
volgende kijkersvraag gaat over iemand die zegt, ik ben 1,58 meter, een smal, dus een petitje. En van, wat zijn daar de tips voor? En nou, dus heel veel mensen zullen denken van, nou, als je zo'n smalletje bent, dan heb je in principe een modellenfiguur. Alleen is een model 20 centimeter langer. Maar eigenlijk is wat heel veel mensen wel zouden willen, is zo'n petitje figuur. Maar ik weet uit ervaring, of niet uit mijn eigen ervaring, maar mijn dochter ziet er namelijk ook ongeveer zo uit. En dat heeft dan weer zo zijn eigen problemen. Want dan krijg je soms ook opmerkingen van eet je wel genoeg? Of nou, dat soort dingen, van je bent wel erg mager. Terwijl dat in principe dan niet zo is, maar oké. Wat je dus eigenlijk doet als je zo smal bent, ga je volume creëren. Dus je gaat niet een skinny jeans dragen, want daar word je nog smaller van. Je gaat dus een straight jeans of eventueel een palazzo broek kun je heel goed dragen. En daarop bijvoorbeeld een coltrui, een volgens een kabelcoltrui. Dus niet een strakke, maar net iets losvallender. En dan zo'n coltrui die volume geeft. Wat ook heel mooi is, zijn bijvoorbeeld dat je sjaals draagt. Hè. Vooral in de winter is dat heerlijk, van die flinke grove sjaals die je dan zo omdoet, die je volume geven. Laagjes werken bij jou ook heel erg goed. Dus als je bijvoorbeeld een broek draagt met daarop een shirtje of een blouseje en daar overheen een vestje en daar overheen een jasje en een sjaal. En, snap je? Dus iets waar laagjes, waar heel veel gebeurt. Dus wat dikkere, stevigere stoffen, dus tweeds, linnen, katoen, dat zijn allemaal stevige stoffen, die kun je ook echt pakken. Nou, dat is een wol natuurlijk, dat soort dingen, die wat grover gebreid, niet te fijntjes, dat fijne kan heel mooi zijn voor een feestjurk, dat zou ik zeggen, dat moet je doen, maar voor dagelijks gebruik zou ik zeggen, net wat stevigere stoffen, die geven je net wat meer volume. Wat je ook wat meer volume geeft, is bijvoorbeeld een jurk waarbij de bovenkant een beetje zo loopt, dus iets verbrede schouders, smalle taille en dan een A-lijn rok of een A-lijn jurk. Dat kan bij een jurk, maar het kan bij een rok natuurlijk ook, dat je zo'n A-lijn volume rok hebt. Dus dat je dat doet, dus dan laat je taille zien, je eigen taille is dan het beginpunt en dan maak je de rest, zowel aan de bovenkant als beneden, maak je wat breder, wat steviger. Stevige, stoere laarzen, dat soort dingen, die geven je net wat body en wat volume. En dat, foto's komen erbij. Maar vooral niet te smal, niet te eng smal, want dat maakt je nog smaller. Dus een skinny jeans met een smal topje erop, zo'n strak topje erop, dat maakt je nog magerder dan je in wezen al bent. En dat dus volume en laagjes, dat is eigenlijk het toverwoord bij een petitje.